Hoi, vandaag ga ik jullie laten zien hoe je deze muts maakt. Hij is bedoeld bijpassend bij de kooltrui die ik laatst heb geplaatst. En als je deze al hebt gemaakt, zullen de steken je bekend voorkomen. En heb je deze uitleg misschien niet zo nodig. Voor degenen die hem nog niet gemaakt hebben, ga ik het uitleggen. Het principe van deze muts is, dit is wat ik allemaal nodig heb, is een rechte lap. Nou, dat is dus heel anders dan dat we normaal maken. Normaal beginnen we in een cirkel en dan vanaf het achterhoofd werken we naar beneden. Dit heb ik anders gedaan. Ik heb een boord gemaakt en die heb ik hetzelfde even breed gemaakt als wat ik bij de trui heb gedaan. En dat is 12 lossen en dan de eerste in de derde en dan hou je een rij van 10 over. Nou, en dan gaat het even om de centimeters. Het is om mijn hoofd passend gemaakt en wow, gelukkig gaat hij niet om het taille, hoofd vind ik minder erg. 56 centimeter. Nou, en dit is gehaakt met de Dora van de Vibra, €1,99 voor 200. Het was het 240 meter. Haaknaald 8 heb ik daarbij gebruikt, maar je kunt hem dus gewoon met de garen haken die je zelf wilt. Hou deze maat aan, maar heb je nou een iets kleiner hoofdje of voor een kind of voor een grote man, meet het gewoon op. Je bent deze boord aan het haken en doe hem gewoon elke keer even om het hoofd heen zo. En over de oren, goed tot laag. En dan denk je, nou, nog een klein stukje erbij, prima. Daarna gaan we de lengte van de muts haken. En hetzelfde verhaal. Ik heb, even kijken hoor, ik heb 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 rijen gedaan. En dat meet je ook gewoon op. En als je hem op je hoofd hebt en je voelt gewoon dat hij dicht kan, dan stop je met haken. Dus precies hetzelfde verhaal. Ik zal eventjes alles nog bij langs meten. Soms wat fijn als je andere wol gebruikt, dat je de maat een beetje weet. Dit is 22 centimeter. Dus, wat zei ik, 56. Ja, ongeveer 56 bij 22 centimeter is mijn lap. En nu hoe we hem gaan maken. We beginnen dus bij deze boord. Nou. Dan begin ik dus met 12 lossen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dan ga ik in de derde vanaf de haaknaald ga ik een half stokje doen. En nummer 2. En nummer 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 halve stokjes. Dan doe ik 1 keer lossen. En dan doe ik mijn eerste halve stokje doe ik in de achterste van de V, van het V'tje. En daar doe ik een half stokje in. En zo ga ik de hele rij af. Nou, en als het goed is, kom je weer op 10. Zo. Nou, dan heb ik er 10. 1 keer lossen. En de volgende rijen. Gaan we weer. En dan denk erom dat je de eerste niet overslaat. Die moet je gewoon erbij pakken, omdat ik 1 keer lossen doe. In de achterste van de V doe je een half stokje. En zo ga je de hele rij af.
Nou, dat is op zich natuurlijk niet moeilijk. Nou, en als je dus een aantal rijen gedaan hebt, dan zie je dus dat er een soort van werkje in komt. En dat is nou juist de bedoeling van dat het de boord, zie? Je ziet het nu al. En hier zie je natuurlijk nog veel beter dat er een beetje een reliefje in komt. Dat is de bedoeling. Nou, dit doe je zolang als je en zoveel als je rijen nodig hebt. Daarna heb ik 1 rij halve stokjes gedaan. Dus, even zien, dat dit is dan, wordt dan op een gegeven moment je zijkant. Nou, dan doen we de 1 om omhoog te gaan. En dan ga je gewoon even kijken van, dan doe je dan halve stokjes in. En echt, ik heb het al vaker gezegd, deze was niet heel handig. Want het is best eventjes kijken waar je in moet steken. En dat gaat met de Royal en met de gewone acrylgaren, gaat het allemaal wel veel makkelijker. Maar je moet gewoon even kijken. Dus dan doe je halve stokjes aan de zijkant. Net zoveel als je nodig hebt. En dat het niet trekt. En dat het gewoon netjes zit. Even kijken. Ja. Nou, en dan de laatste niet vergeten. Zo. Nou, dan heb ik mijn rij halve stokjes gedaan. Oh, ik heb nou wel een heel klein proeflapje. Maar oké. 1 keer lossen. En dan ga ik dus mijn welbekende halve stokjes paarsgewijs doen. Nou, die begin je zo. In de eerste steek doe je gewoon een half stokje. En bij deze is het zo dat je de laatste ook eindigt met een half stokje. Dan dus na het halve stokje. Oh, ik heb hier nog even, wacht even. Zo. Na het halve stokje begin je je half stokje paarsgewijs in dezelfde steek. Je slaat hem 1 keer om. Dan ga je naar de volgende. Neem je ook een draad mee terug. Een draad en dan door alle 4. Dus dan heb je hem eerst hier begonnen. Ben je hem begonnen en in de volgende heb je hem afgemaakt. Volgende. Begin je in de vorige met een half stokje. En je gaat verder in de volgende. En je doet het om alle 4. Nou, nog een keer. Ietsje sneller. Kijk, en zou dit nou de hele lap zijn, ja, dan zeg ik, heb een heel klein stukje als proef, dan hou je er dus 1 over en daar doe je gewoon een half stokje in. Dan hou je die zijkanten, worden dan ook hartstikke mooi recht. Kijk, kan ik hier laten zien, moet je zien hoe mooi recht. Dat is echt super. 1 keer lossen en je doet weer hetzelfde. Dus eerst een half stokje. Daarna beginnen we het halve stokje paarsgewijs in diezelfde steek. We gaan naar de volgende. We slaan hem om en doen alle 4. En je maakt hem af. Hetzelfde. Eerste. En dan doe de tweede. En dan krijg je gewoon een erg leuke steek. En hoe leuk is het bij de trui? Nou, dan ben ik weer bij de laatste. Doe hem door de 2. Even kijken. Kom je hier? Dan doe je een half stokje in de laatste door de 2 lusjes en je rij is af. Dat moet lukken, lijkt me. Nou, dan. Als je dus deze lap hebt, dan heb je dus, ik heb hier een hele lange draad. Die heb ik overgelaten. Ik heb hem nog niks afgehecht en zo. Want wat ga je nu doen? Je gaat, moet ik even kijken, dit is de goede kant. Dus, je gaat hem in elkaar zetten. Dus, dit ga je mooi in elkaar zetten. En dan ga je dus de bovenkant, dus dit naai je dicht. Moet je even kijken dat je wel precies goed zit. En, nou, dat ga ik eerst even doen en dan laat ik even zien wat we verder gaan doen. Nou, ik heb de zijkant dicht gemaakt. En ik heb met mijn draadje waar ik de boord mee begonnen ben, heb ik 2 knupjes. Heb ik het even vastgezet. En dat komt straks, dan werk ik de draadjes weg.
Nou zou ik deze kunnen afknippen en hier verder gaan. Maar doe ik niet, want ik vind altijd hoe minder draadjes, hoe beter. Wat doe ik? Ik ga gewoon een weggetje terug. Zo, dan hoef ik ook niet af te hechten. En het blijft allemaal lekker stevig. Zo. Even dat je niet te strak doet. Nou, en zo ga ik naar het eind. En vind je het helemaal niks, dan doe je het anders. Dat is natuurlijk allemaal prima. Zo, dan trek je hem weer een beetje los. Zie je dat? Ik doe het nog net een klein beetje en dan trek ik hem zo. Zo. Nou, dan ben ik bovenin. En dan gaan we het zo doen. Zo. Nou, dit wordt dus je bovenkant die je dicht moet maken. Nou, hoe doe je dat? Je gaat zigzaggend en ik doe dan altijd de achterkant van mijn naald, omdat die dan net wat botter is. Ga je zo terug. Ga je zo overal, elk veetje neem je mee. Zo. Dus zo ga je helemaal rondom. Kijk, hier ben ik naar voren gegaan. Dan ga ik in de volgende weer naar achter, naar voren, naar achter, naar voren, naar achter. Naar voren, naar achter, naar voren. Nou, en zo ga je door tot aan het eind en dan ben ik er zo weer. Nou, ik heb hem dus helemaal hier doorheen gedaan, zigzaggend. En wat doe je nu? Nu trek je hem aan. Ik heb nog steeds een muts binnenste buiten. En nu trek je hem helemaal aan. Zorg dat alles een beetje netjes zit. Nou, dan draai hem binnenste buiten. Het gaat hem worden. Kijk, dan zie je ook meteen dat die zijkant netjes is. Nou, dan trek je hem nog meer aan. Helemaal tot hij op zijn strak zit. Kijk, en ik snap, het ziet er allemaal verfrommeld uit, maar dat wordt zo vanzelf beter. Dus nu ga je hem aan de binnenkant. Ga hem gewoon weg, draadjes wegwerken. Dus goed aantrekken en vastnaaien. Nou, en dan ben ik er zo weer. Nou, en zie je hier, de muts is klaar. Nu ga ik er nog een pompon op maken, omdat ik het gewoon leuk vind. En dan ga ik jullie ook laten zien hoe ik dat doe. Nou, ik heb mijn draad. Doe wel eventjes. Ik heb wel even wat voor nodig. Ja, je hebt ook allemaal van die apparaatjes hoor. Maar nou, zo gaat het ook prima. Zo, nou. Hoe doe ik het? Even kijken hoor, gewoon zo. En wikkel hem maar om. Oh, dat gaat snel. Draad pakken. Nou, dit gaat vrij snel, maar dat snappen jullie wel.
ook niet zo'n heel klein pomponnetje hebben, dus ik draai aardig wat. Nou, ik denk dat dit wel. Ik denk dat dit wel genoeg is. Nou, dan had ik een draadje achtergehouden. En nu moet ik dus even kijken hoe ik dit precies ga doen. Nou, dan heb je dus zo. En dan pak je een draad. Ik haal hem van mijn hand af. En hou je van hele grote pomponnen, doe je je vingers iets verder uit elkaar natuurlijk. Dat mogen dat duidelijk zijn. Nou. En dan doe ik de draad eromheen. Dan moet je allemaal een beetje met beleid doen, anders schiet het je allemaal ertussen weg. En dan doe ik hem gewoon hartstikke aantrekken. Echt. Dan vinger erop. En dan is de kunst om nog een knoopje erin te leggen zonder dat hij weer open schiet. Maar dat gaat vaak. Kijk, hoppakee. Nou, doen we er voor de zekerheid nog maar één in. En dan knip ik deze draad af. Nou, ik doe gewoon op de lengte wat de rest gaat worden. En deze natuurlijk net zo. Iets kleiner. Deze mag er ook af. Zo. Nou, dan ga je. Dus alle zijkanten. Als je een goede schaar hebt. Ja, oh, hij hoorde het. Dan ga je dus alle touwtjes bij langs. En dat moet je allemaal niet met deze schaar doen, want die knipt helemaal niet zo best. Nou. En dan ga ik naar die kant. Wel gehad heb. Kijk eens. Kijk, dan zie je hier bijvoorbeeld eentje wat langer. Hup, knip je even af. Hier zie ik nog een paar lusjes. Ja. Nou, ik heb ze volgens mij allemaal wel gehad. Kijk, je kunt hem heel mooi rond gaan zitten knippen hoor. Zo. Dat de stukjes die uitsteken. Ik vind het eigenlijk altijd wel leuk als dat een beetje. Het mag best een beetje rommelig zijn. Nou, die moet dus op de muts. De rommelkont ben ik. Zo. Nou heb ik aan de binnenkant heb ik een draad laten hangen. Nou, dit ga ik verder niet uitleggen hoor. Je pakt de draad die aan de binnenkant. Waar is mijn draad? Ja. Die ik aan de binnenkant heb laten hangen. Daar doe ik een naald om. Deze zet ik erop. Deze zet ik erop. Ik ben het buiten beeld aan het doen. Fijn. En dan steek ik de naald in het midden de dwars doorheen. Andere manier is nog. Zoals net hing deze draad nog aan de pompoen. Heb ik eraf geknipt. Kun je ook zo laten. En dan voordat je alles. Als alles nog aan elkaar vast zit. Die draad die eromheen doet. Dat je die door de achterkant er doorheen doet. Gaat goed komen. Snap jullie best. Nou, heel veel plezier ermee en vooral met maken. Ik zie graag de resultaten op mijn Facebookpagina en bij hem haken en zo. En dan tot de volgende keer.